We zijn vandaag in de muziektuin in Schagen. En dat is een prachtige tuin, eigenlijk zo in het, uh, in het centrum. Die muziektuin die is er al heel lang. En in, het, uh, in de muziektuin is ook een tribune uh, gemetseld. En uh, sinds kort is die tribune eigenlijk gecomplementeerd met twee fluit, fluitende meisjes. Dat zijn beeldjes van Siem Wardenaar. En er staat hier ook al het uh, dansend paar van Symbordenaar. En dat is een, uh, uh, dat maakt, dit maakt het mooi tot een, tot een fraai geheel. Die meisjes staan hier op de koppen van, de, van die tri uh, tribune. En uh, het zijn dezelfde, dus dat is een, het is een bronzen, dat wordt gegoten vanuit de mal. Symbordenaar deed dat uh, uh, veel al zelf. En uh, deze beeldjes die, uh, waren, zijn gescheiden geweest. Uh, op een gegeven ogenblik zijn ze verkocht. En Er is er één verkocht aan de gemeente Schagen. En er is één aan de gemeentelijke scholengemeenschap verkocht. En die beeldjes die, uh, stonden, stonden eerst in de school en in, de, in het gemeentehuis in Schagen. Maar door een verandering van uh, functionaliteit van het gebouw, dat betekende dat de dingen wat in de hoek kwamen te staan en een beetje aan het verstoffen waren. Ja, en dan, uh, dan krijg je dat, uh, dat zo'n beeld omvalt, uh, dan is er wat aan stuk. Uh, nou, dat is keurig gerepareerd door uh, Rob Glas. En die, ze zijn helemaal schoongemaakt, opnieuw uh, gepatineerd en uiteindelijk zijn ze hier geplaatst. En dat maakt het helemaal af. Het is helemaal goed. Je komt hier aanlopen en zie je hartstikke leuk die twee, uh, die twee beeldjes staan. Leuk. Ik weet zeker dat van de zomer het echt door heel veel mensen wordt opgemerkt. Het is een prachtig plaatje. Maakt de muziektuin weer meer aantrekkelijk. En dat hebben wij in Schagen, zo'n mooi plekje. Als je in de buurt bent, ga even kijken en geniet ervan.